Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vanmiddag hadden we te maken met wolkenvelden, hardnekkige wolkenvelden over het noorden van het land en van het zuidwesten uit trekken nieuwe wolkenvelden het land in. Vanavond lost de bewolking in het noordoosten deels op, kan wel wat nevel of mistbank ontstaan en de wolken vanuit het zuidwesten breiden zich geleidelijk verder uit bij temperaturen van een graad of 12. In de nacht op meer plaatsen nevel of mist in het noordoosten, verder een wisseling van een paar opklaringen met toch ook wolkenvelden en minimumtemperaturen tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in het zuidwesten. Dan wordt het morgen 14 tot maximaal 17 graden, in het noorden eerst een klein beetje zon, daarna overwegend bewolkt weer, en er kan van tijd tot tijd ook wat lichte regen vallen. De neerslagkans is de dagen daarna alweer een stuk kleiner of zelfs verwaarloosbaar, met geregeld ruimte voor de zon. Vrijdag is er vooral in het westen wat meer bewolking, maar ook dan blijft het droog, en steeds doen we het met 15 of 16 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.